En wie gaat er aan de leiding? Wie komt hier zo beneden als eerste wel voorbij de jurywagen? Dat is startnummer 31. Dat is Vinnie Otters. Vinnie Otters aan de leiding. Ook startnummer 14. Harry Minninga. Rijdt op die derde plaats. En ook startnummer 80. Jurien Ploeg. Dat is de hekkensluiter in deze eerste maal, eerste serie. Daar komt hij weer, Vinnie Otters aan de leiding. Zo valt de start nummer 546. Dat is Stamperdijk. Op die tweede plaats. En die probeert natuurlijk een aanval op die eerste plaats. En we zullen zien in de verloop van deze week wat er ook gaat gebeuren. Omdat Vinnie Otters hem van de lijst kan houden. En Vinnie Otters moet er alles aan doen. Een hele mooie gevecht op de eerste plaats. Ze komen zij aan zij voorbij de jurywagen. Met alle binnenzij. Dit is het startnummer 6. Hij heeft de betere lijn. En dan kunnen we zien. Als hij gaat voorbouwen. Daar gaat hij ook al eerste uit die bocht. Maar Vinnie Otters. Die blijft een goed partij geven. En opent weer de aanval. Maar zo te zien is het toch Stamperdijk. Die de beste papieren heeft. Binnendoor. Jan Droomkamp. Hij pakt
die eerste plaats over van start nummer 076 van Orlando Vedda. En we hebben een nieuwe leider in deze baan. Een mooie weg in het duel 227 in 91. Maurice Hubert in 221. Heb ik hier niet op mijn lijn staan, dus helaas weet ik niet wie dat is. Maar ik kan best gaan op die eerste plaats. Ik ben klaar. 35 aan de leiding, kom op 76, dan een aanval, dan start nummer 91. Maurice Hubert. Die ruk je op naar die derde plaats. En ook stand nummer 20, die doelen we er rustig aan, maar over het rijden. En dan kan hij weer 65, kom op 76. En toch ook in die achterhoede, hele mooie gevechten. Om een plaatsje op te schuiven, om wat meer punten te verdienen natuurlijk. En natuurlijk voor een betere plaats in de finale. Orlando Vedda en 391, dat is een achterblijver. Dat is Henk-Jan Noordman. Oh.
rijden. Het restant van deze tweede baan, eerste serie. En dan zit hij voorbij de vier, waar de startnummer op 76, gewoon door 14. Holland nog winnen, in Harry Winnen, de 2. Een mooi gevecht op die tweede en op die derde, vierde plaats. Orlando werd aan de leiding. Dan volgt door Harry Winninga, de 466. Jos Bronkema, die op die derde plaats rijdt. Al dan een touwtje. En krijgen we nog een aanval op die tweede plaats. Op Harry Benninga van 466 van Jos Brokema. Inderdaad, hij probeert het binnen door. Maar Harry Benninga, die houdt nog vast op en die houdt daarmee ook de tweede plaats. We gaan nog een mooie strijd zien tussen die twee. Hij zal het vast weer proberen, Jos Brokema, om die tweede plaats te pakken. Achter de stoel van Harry Benninga. Dat nummer 133, die zit er natuurlijk op een Venkendouw, Harald van der Berg. Nildo op daar. Er komt er dan weer een aanval van Jos Bronkema op Harry Benninga. Hij zal het nu moeten doen, anders gaat het niet meer lukken. En inderdaad, hij probeert weer naar doen te gaan. Die pakt hier niet meer in de pakken. Dat staat er ook Harry Benninga. Die staat nummer 466, Jos Bronkema verder wijs naar die derde plaats. Maar als eerste natuurlijk afgevraagd met staat nummer 76, Orlando Vedda. En wie heeft er een goede start? Dat is staat nummer 375, Johnny Westrop en 327, Robben Buikema. Die zijn al beste weg. En deze tweede baas. Hoppa! Een hele mooie duikeling. En de linkerhoek hebben we natuurlijk rood gegeven. We gaan zo beneden. Hij steekt. En wie gaat die zo beneden als eerste de bocht in? En Michael staat er op 3-7-3. Ja, mijn man dan blijft weer vieren. Robben Buikema. Hij wil niet, hij zit niet van voren, hij rijdt niet vooraan. En we zullen zo beneden eens zien wie hier de leiding heeft genomen in deze herstart van de tweede serie in de tweede maand. Start nummer 563, Jan Broekman, hij pakt de leiding. En op start nummer 20, Robert Meijer, die zit er goed bij op die derde plaats. Maar Jan Broekman aan de leiding. Ja, kom maar jongens, kom maar op! 5,63, Jan Broekman, daar krijgen we stad nummer 327. Gevolgd op verder, 327, Robert Buikema. Gevolgd door Robert Meijer, dat zijn de eerste drie. Maar 563, die trekt zich daar niet van aan. Jan Broekman, soeverein aan de leiding. Gevolgd door 327, door Robben Buikema. Start nummer 21, Benny Horten. Dat is de baan op de derde plaats. En dan gaat hij weer 563, een hele
kom dan. Dan is het 3,37 op die tweede plaats bij Ronald Buitema. En dan gaan we weg op die derde plaats tussen start nummer 21, Benny Otten en 3,75. Die derde plaats, hij probeert het weer. Maar Benny Otten, die houdt de deur goed dicht. En als eerste van die afgepakt, dat was er dan 5,63, Jan Broodman. Ja. Dan valt het die tweede plaats, doet 3,37, Ronald Buitema. En de toch staat nummer 21, Benny Otten, die derde plaats pakt. Maar natuurlijk... Maar hij was dadelijk op de huis gebleven. Tot maar te doen. Dat is dan bedrijf. Dat zijn de eerste drie in deze derde maand. Thank you.
vandaag gebracht. Met dat een roket steken. Allemaal wel weddag. 27 na 4 tot 3:43. Voort in het werkband. Die zal zijn voor Kattenbrug. Als dat niet opgewacht is, meer komt er in die krijg. Gaat de andere voor u. Als u het verwijst. Dat is Kattenbrug van Dijk. Kattenbrug van Dijk, die pakt de leiding. Maar we hebben nog gelijk op zijn uitgezeten. Het staat er ook weer die Harry Berga. Komt weer die pakt die toch de leiding.